is Max Jansen. Ik ben de bioloog van de koudbloedige dieren hier in Artis. Ik doe advieswerk voor het aquarium, reptielenhuis en insectarium. Als er dus dingen verbeterd en vernieuwd moeten worden, dan kom ik om de hoek kijken. We staan hier achter de schermen van het vernieuwde aquarium in Artis. Het aquarium is dateert van 1882, is al zeer oud en was ook duidelijk aan vernieuwing en verbetering toe door de nieuwe en betere technieken. We staan hier achter de schermen van de grote haaienbak. Hier zitten haaien uit de Californische kust, maar ook van de Nederlandse kust. Het aquarium is verdeeld in twee gedeelten. De grote oude zaal, die is geheel vernieuwd met zoals het vroeger was. Dus je ziet het oude plafond weer in zijn oude glorie terug. En verder is er een nieuw gedeelte wat vorig jaar in juni geopend is. Met twee grote mammoetbakken. Eentje van de Amazone Vloedbos en eentje van het Koraalrif Aquarium. We staan hier in de hal, in de entree van het aquarium. De hal is gerenoveerd zoals die vroeger was. Hier in de hal beginnen we met het educatieve verhaal, de educatieve omlijsting van het aquarium. We willen namelijk laten zien hoe het leven is ontstaan op de aarde. En daarna wat voor soorten dieren er allemaal te vinden zijn in de wereldzeeën en meren. Ik sta hier voor het educatieve paneel, waar iets verteld wordt over de verschillende groepen van dieren die in het aquarium te vinden zijn. Het zijn de hoofdgroepen van het dierenrijk. We hebben bijvoorbeeld de sponzen, de koralen, de wormen, de stekelhuidigen zoals de zeeegel en de zeester. En we hebben de gewervelde dieren, waar de vissen, de reptielen en de mens ook toe behoort. We staan hier voor het Oosterschelde Aquarium in de Grote Zaal. Het Oosterschelde Aquarium laat zien hoe het er onder water net onderaan de dijk uitziet. Je ziet die grote keien liggen die de versteviging van de dijk zijn. En op deze keien zie je allerlei witte pluimen zitten. Deze pluimen zijn zeeanjelieren. Dat is een anemoonsoort. Je moet niet gelijk denken dat het een soort plant is, maar het is een dier. Het is de familie van de kwal. Dus als je hem aan zou raken, dan zou die een klein beetje prikken. Naast de zeeanjelier hebben we hier de kreeft zitten, verschillende zeesterren en wat kleine visjes. De Noordzee. De Noordzee is voor iedereen bekend, maar toch, het is altijd zo onbekend wat er eigenlijk allemaal in leeft. Een scholletje die iedereen wel eens op zijn bord heeft gezien en gegeten, zwemt hier met zijn mooie rode steppen rond en kan je het op de bodem zien liggen. Andere dieren die we hier in de Noordzee laten zien is de kabeljauw. Met een klein sikje aan zijn kop valt hij op. Dit zijn nog jonge kabeljauwen, ze kunnen ruim een meter lang worden. In de Noordzee zitten niet alleen platvisjes of kabeljauwen, maar kan je ook de haai zien. Deze haai, de hondshaai, is echt een volwassen haai die je in de Noordzee tegen kan komen. Het is een kleine haai die pak een beetje zo'n 80, 90 centimeter lang wordt. En er zijn ook verschillende andere soorten haaien in de Noordzee te vinden. Die kunnen wel iets groter worden, maar over het algemeen zijn de haaien erg klein. Een ander dier wat boven deze haai zwemt is de wijting. Het is familie van de kabeljauw. Er zijn verschillende soorten kabeljauwachtigen in de Noordzee te vinden. Dit is er weer één van. Dit is het grootste aquarium van de grote zaal. Dit noemen wij de haaienbak. Hier zijn verschillende soorten haaien te zien. Maar ook in dit aquarium laten we de murenen zien. Een soort die in de Middellandse Zee voorkomt. We hebben speciaal buizen in deze rots gebouwd, zodat die murenen lekker in die buis kunnen verschuilen. Wat ze in het wild ook graag doen in grotten en dergelijke. Naast de murenen hebben we verschillende soorten kraakbeenvissen zitten, zoals roggen en haaien. De haai die we hier het meest in deze bak zien is de luipaardhaai. Een haai die langs de Californische kust voorkomt en pak een beet 1,30 meter, 1,50 meter lang kan worden. Op de rotsen zie je ook verschillende soorten anemonen zitten. De mooiste met die lange tentakels zijn de wasrozen. Ja.
In de grote zaal willen we dieren laten zien van alle wereldzeeën, maar ook alle meren in de wereld. Hier staan we voor het aquarium waar we verschillende grote baarsachtigen laten zien die we in allerlei verschillende soorten tropische zeeën tegenkomen. Deze baars is de reuze zeebaars. Die kan wel 2 meter lang worden en gigantisch zwaar worden. Het is een gigant die heel moeilijk te houden is met andere kleinere soorten vissen, omdat hij ze makkelijk op zal eten. Het is een vrij agressief dier als het aankomt op eten. Maar verder blijft hij altijd heel erg rustig in het aquarium rondzwemmen. En het liefst hangt hij gewoon in het hol wat we daar speciaal voor hem gemaakt hebben. Naast de verschillende zeeën die we laten zien, zijn er natuurlijk ook heel veel verschillende meren en rivieren in de wereld te vinden. Dit zijn verschillende soorten, 3 soorten regenboogvissen die we kunnen tegenkomen in Nieuw-Guinea, vlakbij Australië. Het zijn dieren die alleen in dat gebied voorkomen en zo laten we in vele aquaria hier zien die speciaal dieren die in een bepaald gebied voorkomen, zoals bijvoorbeeld Afrikaanse meren en ook verschillende meren in China, Zuid-Amerika en Azië. In de nieuwe vleugel van het Artis Aquarium staan 2 hele grote aquaria van mij 15 meter lang. Eentje van het Amazone Vloedbos en eentje van een koraalrif. We staan hier voor het koraalrif. Hier proberen we te laten zien de dieren die er langs het koraalrif rondzwemmen. Vooral de dieren, de vissen, maar niet de koralen. Want de koralen zijn verschrikkelijk moeilijk te houden in zo'n diep aquarium als dit. Beneden hebben we andere aquaria speciaal ingericht voor koralen. In dit aquarium willen we vooral laten zien welke vormen, vreselijk veel soorten vormen en vreselijk veel soorten vissen en kleuren we kunnen laten zien vanuit het koraalrif. Prachtig zijn de vleermuisvissen, die grote dieren, grote ronde dieren. De egelvis, hier vlak voor mijn neus, is een dier die zich op kan blazen als die in gevaar is. En zijn stekels dan overeind kan zetten. En zo zijn er nog verschillende soorten en vormen te zien in dit aquarium. Hier staan we voor een koraalaquarium, speciaal ingericht voor koralen te houden. Koralen zijn verschrikkelijk moeilijk om in aquaria te houden, omdat ze heel erg gevoelig zijn voor slechte waterkwaliteit. Dus vandaar dat we daar speciale aquaria voor hebben gemaakt. Naast dat ze heel goed water moeten, heel goede kwaliteit water moeten hebben, moeten ze ook heel veel licht hebben. Want koralen die leven samen met kleine algjes in de huid. En die algjes die produceren de energie voor de koralen om te leven. In dit koralenaquarium hebben we ook verschillende schelpen staan. Zoals wij kennen ze wel als de doopvondschelpen. Het is een soort oester die in de tropische zeeën voorkomt. Met prachtige kleuren. Naast de verschillende koralen en de doopvondschelpen zien we hier enkele anemonen. Anemonen, wat ik al eerder verteld heb over de zeeanjelier in de Oosterschelde, komen anemonen ook heel erg veel voor in de tropische zeeën. Alleen daar komen soms hele grote soorten voor. Dit zijn ook nog vrij kleine anemonen, maar er zijn anemoonsoorten die ruim 1 meter in doorsnee kunnen worden. Dit aquarium is een koraalrif aquarium ook weer, net zoals het grote aquarium wat we boven hebben laten zien. Alleen dit aquarium is een stuk minder diep en daardoor is het mogelijk om ook verschillende soorten lagere dieren te laten zien. Dieren zoals de koraal, anemonen en andere soorten, zoals schelpdieren, kunnen in dit aquarium te zien zijn. We hebben hier verschillende soorten visjes ook inzwemmen, waardoor je kan laten zien dat allerlei verschillende soorten vissen samenleven met de anemonen en met de koralen. Een prachtig dier wat je in dit aquarium zou kunnen zien is de gehoornde koffervis. Een potsierlijk diertje met 2 hoorntjes op de kop. Zwemt lijkt wel heel erg moeizaam, maar is een diertje wat vooral van hele kleine garnaaltjes leeft die op de bodem en op de rotsen leeft. Hier staan we in de catacombe van het aquarium. De catacomben die bestaan al sinds 1882, zijn zo'n speciaal gemaakt om het water te kunnen filteren
en een goede kwaliteit van het water te houden voor in de aquaria. Toch ook met de verbouwing van het aquarium in Artis is het toch noodzakelijk geweest om ook hier vernieuwingen te doen. We hebben verschillende nieuwe filtertechnieken gebruiken we nu om het water te filteren. Maar nog steeds gebruiken we de oude filters van vroeger. En de oude reservoirs die we vroeger ook al gebruikten, gebruiken we nu nog steeds om het water zo goed mogelijke kwaliteit te houden. We hebben wel verschillende meer verschillende soorten water in Artis nu. Daarmee bedoel ik dat we meer verschillende soorten zeewater, temperaturen hebben, verschillende soorten kwaliteiten water om verschillende soorten dieren te kunnen houden. Want bijvoorbeeld de koralen zijn heel erg moeilijk te houden en moeten dus extreem goede kwaliteit water hebben. En andere soorten vissen hebben een veel minder goede kwaliteit water nodig. En daardoor hebben we daar ook iets minder goede filters voor nodig.